wij willen eigenlijk vooral lekkerdere en duurzamere producten op de markt brengen. En dat doen wij door middel van zuivelalternatieven. Dus we maken een plantaardige room van zonnebloempitten. En daarmee kunnen we een heel gezond, duurzaam en gemaksproduct op de markt zetten. Nou ja, we zien eigenlijk vooral dat het een hele groeiende markt is. En daar willen we graag deel van uitmaken. Dus ja, we willen gewoon graag groeien als start-up zijnde. En daarmee ook de wereld een stukje beter maken eigenlijk. Nou, ik denk dat we veel gezondere en veel begrijpbaardere producten eigenlijk met onze ingrediënten kunnen maken. Dus de consument kan veel beter begrijpen van, aha, dit is wat ik eet. En dit is het plantaardige alternatief van wat ik normaal van zuivel eet. Een heel gezond product. En daarmee denk ik dat we een stukje romigheid en heel veel impact kunnen maken. Ik denk dat we een heel uniek product zijn, omdat we niet een combinatie van ingrediënten bij elkaar brengen om een eindproduct te maken. Maar we zijn echt een ingrediënt die een hele transitie faciliteert, zou ik willen zeggen. En echt een ingrediënt die heel goed te begrijpen is, die heel romig is. En die in heel veel producten past, zoals ook een zuivelroom in heel veel producten past. En we zijn nu vooral eigenlijk het product aan het opschalen, zodat we ook meer kunnen aanbieden. Zodat meer mensen ook kennis kunnen maken met ons product. Dus we willen vooral groeien. Nou, ik denk dat het ons heel veel bekendheid gaat geven. En ik vind het ook een hele mooie combi van food en agri. Dat we eigenlijk heel veel waarde maken van de zonnebloempit. Met een heel mild en nieuw proces en een nieuw product, ingrediënt. Om meer impact te maken. Ik denk dat dat ons uiteindelijke doel is.